0-4 Nederland vandaag, hoe frustrerend is deze middag? Nou, frustrerend, uh, weet je, je houdt in eerste instantie rekening, maar iedereen verwacht dat Feyenoord gewoon die wedstrijd gaat winnen. We hadden er een andere voorstelling van, dat is niet helemaal gegaan zoals we uh, dat graag gehoopt hadden. En uh, daar kom je ook al snel achter met 1-0, ja, dan wordt het heel moeilijk en uh, dat is ook gebleken deze middag. Ja, precies wat je zegt, je, um, ja, tegen Feyenoord verwacht je net iets anders dan bijvoorbeeld tegen andere tegenstanders. Met welk strijdplan gingen jullie vandaag deze wedstrijd in? Nou, zeker, om het heel moeilijk te maken. Alleen dan moet je niet snel achter komen. En, uh, en dat gebeurt dan. En dan loop je gelijk achter de feiten aan. Neem niet weg dat je nog altijd in de wedstrijd zit, want het is maar 1-0. En, uh, ja, en dan moet je kijken of je je rug kunt rechten met elkaar en dat je toch nog hier en daar plaagstelt kunt uitdelen, zodat je nog gevaarlijk kunt worden. Maar dat zijn we niet echt geworden. En na die 2-0 uh, hebben we nog twee kleine kansjes gehad, maar oh goed, dan moet je in die eindfase ook dodelijk zijn en nou, dat zijn we niet. Nou, dan krijgen je we zo'n wedstrijd zoals je nu gelopen is. Ja, je gaf het ook al eerder in de persconferentie aan. Je startte vandaag ook met Sam Schepenman. Um, waarom de keuze op hem? Omdat Sam uh, laat zien dat hij in de wedstrijden die hij uh, erin is gekomen het goed heeft uh, uh, gedaan en uh, hij laat zich ook zien op trainingen en dat is een reden van dat hij dan uh, voor Sam kiest. Dus... Ja, um, er zijn de laatste weken natuurlijk veel dingen gebeurd. Namen kan je natuurlijk nog niet noemen, maar zijn er al wat gesprekken gaande om een nieuwe trainer? Nee, er zijn nog geen gesprekken gaande. Uh, op de achtergrond zal er misschien vanuit de directie misschien wel zoiets zijn. Uh, maar ik heb op, uh, op dit moment nog niet met trainers gesproken. Hoe reëel is de kans dat jij 12 januari misschien ook nog als hoofdtrainer op de bank zet? Of was het gewoon eenmalig vandaag? Die kans is heel klein. Dus de, er komt zeker een trainer voor de groep te staan op 2 januari. Oké, okay, helemaal goed. Um, ja, de, de winterstop is nu aangebroken. Is dat ook wel ergens fijn, prettig? Ja, en ik denk ook dat iedereen het wel hard nodig heeft. Want wat ik al zei, we zitten in een hele slechte fase met de club. En nou ja, goed, niet alleen met de club, ook met het spelen van wedstrijden. Waarin we het niet goed doen, een beetje los zand is en bij vlagen wel redelijk, maar te weinig, niet constant. En daarin zullen we na de winterstoppen nou ja, beter in terug moeten keren. Ik ga nog niet over RKC praten. Ik wens je in ieder geval fijne feestdagen en ik hoop dat je je rustig kan vinden. Nou, insgelijks. Nou, voor just uh, uh, de Justin Hogema, 0-4 verlies vandaag tegen Gefay. Hoe frustrerend is deze middag? Ja, heel frustrerend. Uh. Hele wedstrijd uh, achter de bal aangelopen en uh, kansloos verloren. Dus ja, hele frustrerende middag voor ons. Ja, uh, hoe, hoe zwaar was het eigenlijk om tegen, zo'n tegenstander te spelen vandaag? Nee, wat, je hebt kunnen, wat je hebt kunnen zien, op uh, dit moment in de fase waarin wij zitten, uh, ja, een paar maten te groot. En, uh, ja, vandaag mag je nergens een aanspraak op maken. Ze zijn helemaal weggespeeld. En, uh, moet ik verder nog zeggen, uh, zij zijn veel beter. Dat, zij zijn in normale doen, en wij in normale doen, zijn ze ook beter dan wij. Dat hoeven we niet uh, ja, moeilijk over te doen, maar uh, je moet uh, heel goed, een heel goede doen zijn om, om dit fijn lastig te maken. En uh, dat zijn we duidelijk niet. Ja, hoe waren de laatste weken eigenlijk voor jullie? Ja, een beetje uh, hetzelfde hoe, hoe het vandaag is. We uh, zitten in een moeilijke tijd, uh, halen geen resultaten, we spelen heel matig. Uh, uiteindelijk uh, deze week ook nog uh, de trainer weggegaan. Uh, dus het is een hele moeilijke tijd op het moment. En, ja, we zullen in de tweede seizoen uh, ja, een ander gezicht moeten laten zien. Uh, weer uh, positieve energie op de club komen. En, uh, want dat zullen we hard nodig hebben de tweede seizoen zelf. Ben je ergens blij dat het nu winterstop is? Ik denk dat het ons niet slecht uitkomt. Uh, waar ik net over had de, de fase waarin wij zitten, wat nu al weken aan de gang is, uh, denk ik. Uh, ja, die is gewoon niet goed. En, uh, ja, hopelijk dat we, dat we straks in het tweede seizoen zelf nu een break tussendoor dat, uh, dat iedereen weer met frisse energie, met, met uh, ja, ook positieve energie uh, weer terug op de club komt en uh, dat we ons hieruit kunnen vechten. Ga je de komende weken in de winterstop nog iets doen om een beetje positieve energie terug te krijgen en je hoofd leeg te maken? Sorry, in... ga je in de winterstop nog iets doen om je hoofd le leeg te maken om positieve energie misschien terug te krijgen? Ja, ja. Uh, gewoon de, de normale dingen met, met familie, ben je natuurlijk uh, met de kerstdagen. Dus uh, uiteindelijk uh, zijn dat leuke dingen. Maar goed, uh, je gaat wel vervelend uh, de vakantie zo in. Ja, en ja, we kunnen eigenlijk uh, over RKC gaan praten. Maar dat komt na de winterstop pas, toch? Ja, dat is nog even weg. Uh. Dus uh, zullen we tegen die tijd over hebben.